zomaar ergens willekeurig hier op aarde neergezet. In een kansrijke buurt te vallen op een goede plek. Ik leerde het lopen, ik ging op eigen benen staan. Het doek ging voor me open, om nooit meer dicht te gaan. Hij haalde 10 jaar alles uit de kast om een doorbraak te forceren. Hij werd de koning van de zwoele blik, de Adonis van het Friese land, de droom van menig jongeling. Dames en heren, de zanger van de kast, Siep van de Ploeg. Hartelijk welkom, Siep. Hartelijk Sipper. En die krijgen we naast Siep, onze tweede gast. Als immer kortgerokte arts maakte ze al jaren furoren op tv. En ook vocaal wist ze menig ziel te roeren. Ze is Miss GTST, het is Roos, ze is ademloos. Hier is Guusje Nederhorst. Hallo, ga zitten. Hartelijk welkom allebei. We gaan jullie confronteren met de uitspraken die je hebt gedaan in bladen, op televisie. Maar ook aan privépersonen, daar hebben we natuurlijk even mee gebeld. We gaan beginnen, ja, het is heel leuk. We gaan beginnen met Siep. Op school was ik een ramp. Ja, dat klopt, ja. Ik Hoe erg was een slechte het? Student. Hoe erg was het? Veel spijbelen. Ik had meer tijd had ik nodig voor het spelen in de bandjes en zo. Dus ja, school deed ik niet echt serieus aan mij. Waar zat je op? Op welke school? Ik zat in Dam Boude op de MAVO. En heb je dat ooit afgemaakt? Ik heb het wel afgemaakt, ja. Ik ben nog een keer blijven zitten ook. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, de MAVO blijven zitten, inderdaad. Nou ja. Maar dat... Maar dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. Ging goed, maar daar ben je in ieder geval nu vanaf, van die school. Guusje, ik ben de dunste niet. Nou, en? Ja, ik ben nooit... Je bent toch hartstikke dun? Ja, misschien nu, maar over een jaar is het weer anders. Ik hou me nooit zo bezig met mijn gewicht. En dan ben ik weer wat molliger, dan weer wat dunner. Ja, hangt gewoon een beetje van mijn stemming af. Maar wanneer heb je die uitspraak gedaan dan? Toen ik gestopt was met roken en 10 kilo was aangekomen. 10 kilo? Ja. Hoe zag je er dan uit? Ja, 10 kilo dikker dan nu. Zo. Nou, alles gaat altijd in mijn hoofd zitten, dus het was wel zichtbaar. En wat zijn dan je maten? 90, 60, 90? Oh, dat weet ik nooit. Of 60, 90, 120? Die maten weet ik nooit. Maar ik kwam niet met mijn broek in. Maar nu weer wel? Ja, nu gelukkig weer wel. Het ziet er nu zeer patent uit, hè, Max? Ja, handig broek. Ze rookt weer waarschijnlijk, hè? Eh? Wat zeg je? Ze rookt weer. Ja, ik rook weer. Rook je weer? Ja. Ben je daarom ook weer begonnen? Ja. Dat meen je niet? Ja. Siep, op onze tournee in Stiens waren 2 betalende bezoekers. Nou, eigenlijk was er niet 1 betalende bezoeker. Maar in een zaaltje daarnaast waren 2 jongens aan het biljart. En die heb ik toen uit het zaaltje gehaald. Ik zei, kom even bij ons kijken, want het is wel heel triest. Wat verschrikkelijk. Wanneer was dat dan? Nou, dat was een van onze eerste optredens. Dat is echt jaren geleden, 12 jaar geleden of zo. En toen hadden we onze eerste tournee. Heette u toen al de kast of had je toen een andere naam? We hadden een andere naam. Wat dan? Toen heetten we Wish to Escape. Wish to Escape, ja, wil je dat nog... graag ontsnappen? Ja, had vooral heel veel succes in gevangenis en zo. Dat, Hoe kwam dat dan? Nou, rond de kersttijd speelden we altijd in gevangenissen. En dan vooral in Leeuwarden. En daar was het altijd een dolle boel, want die jongens die zitten natuurlijk opgesloten, dus ze hebben niet veel afleiding. Dat begrijp ik, ja. En dan kwamen wij spelen. Dan, over het algemeen zaten er ook nog wel een paar muzikanten tussen die gevangenen. En dan gingen mensen allemaal lekker spelen. Maar is dat nou normaal dat je als band in gevangenissen gaat optreden? Nee, maar je zoekt natuurlijk van alles om te kunnen spelen. Dus daar horen ook gevangenissen bij. Hoort alles bij. Je moet overal spelen. Dus omdat niemand kwam in een normale café, in Stiens dus 2 betalende bezoekers... Ja, nou later werd het natuurlijk wel heel snel veel beter. Maar we hebben ontzettend veel optredens gedaan moeten doen om dit te bereiken wat we nu hebben. Guusje, Katja Schuurman leeft groots en meeslepend. Ik ben meer een angsthaas. Ja, Katja heeft veel meer lef dan ik. Die doet dingen die ik niet durf. Ik kan wat geen doet ze wat jij niet durft? Nou, dat zijn dingen waar ik niet over praat. Ja, zij is gewoon een... zij is de Siske de Rat van Nederland. Zij doet alles waar ze zin in heeft en is nergens bang voor. En ik ben sowieso erbij, maar dat zou ik niet doen. Maar jullie moesten toen jullie Jessica Roos en... wat was het? Linda Roos en Jessica. Jessica waren in allerlei discotheken ook optreden, ja. Natuurlijk. Was het niet eng dan? Nou, als een angsthaasje zoals jij? Ik moet zeggen dat, dat Katja toch wel het werk deed. Ik zat er meer een beetje achter van... Die trok de boel. Ja? Ja. Wat gebeurde er allemaal dan? Ja, god. Kat die springt gewoon het publiek in en zo als ze er zin in heeft. Die steeds dijven? Ja, die doet gewoon alles. Het is gewoon een... En jij, wat deed je dan? Ik stond er altijd een beetje achter te grinniken. 10 kilo was aangekomen. 10 kilo? Ja.
Hoe zag je er dan uit? Ja, 10 kilo dikker dan nu. Zo? Nou, alles gaat altijd in mijn hoofd zitten, dus het was wel zichtbaar. En wat zijn dan je maten? 90, 60, 90? Oh, dat weet ik nooit. Of 60, 90, 120? Die maten weet ik nooit. Maar ik kwam niet met mijn broek in. Maar nu weer wel? Ja, nu gelukkig weer wel. Het ziet er nu zeer patent uit, hè, Max? Ja, handig broek. Ze rookt weer waarschijnlijk, hè? Hè? Wat zeg je? Ze rookt weer. Ja, ik rook weer. Rook je weer? Ja. Ben je daarom ook weer begonnen? Ja. Dat meen je niet. Ja. Siep, op onze tournee in Stiens waren 2 betalende bezoekers. Nou, eigenlijk was er niet 1 betalende bezoeker. Maar in een zaaltje daarnaast waren 2 jongens aan het biljarten. En die heb ik toen uit het zaaltje gehaald. Ik zei, kom even bij ons kijken, want het is wel heel triest. Wat verschrikkelijk. Wanneer was dat dan? Nou, dat was een van onze eerste optredens. Dat is echt jaren geleden, 12 jaar geleden of zo. En toen hadden we onze eerste... Heette u toen al de Karst of had je een andere naam? Hadden we een andere naam. Wat dan? Toen heette we Wish to Escape. Wish to Escape? Ja, wil je dat graag ontsnappen? Ja, we hadden vooral heel veel succes in gevangenis en zo. Hoe kwam dat dan? Nou, rond de kersttijd speelden we altijd in gevangenissen. En dan vooral in Leeuwarden. En daar was het altijd een dolle boel, want die jongens zitten natuurlijk opgesloten, dus ze hebben niet veel afleiding. Dat begrijp ik, ja. En dan kwamen wij spelen. Dan, over het algemeen zaten er ook nog wel een paar muzikanten tussen die gevangenen. En dan gingen mensen allemaal lekker spelen. Maar is dat nou normaal dat je als band in gevangenissen gaat optreden? Nee, maar je zoekt natuurlijk van alles om te kunnen spelen. Dus daar hoort ook gevangenissen bij, hoort alles bij. Je moet overal spelen. Dus omdat niemand kwam in een normale café, sinds dus 2 betalende bezoekers. Ja, nou later werd het natuurlijk wel heel snel veel beter. Maar we hebben ontzettend veel optredens gedaan, moeten doen om dit te bereiken wat we nu hebben. Guusje, Katja Schuurman leeft groots en meeslepend. Ik ben meer een angsthaas. Ja, Katja heeft veel meer lef dan ik. Die doet dingen die ik niet durf. Wat doet ze wat jij niet durft? Nou, dat zijn dingen waar ik niet over praat. Ja, zij is gewoon zij is de Siske de Rat van Nederland. Zij doet alles waar ze zin in heeft en is nergens bang voor. En ik ben sowieso erbij, maar dat zou ik niet doen. Maar jullie moesten toen jullie Jessica Roos en... wat was het? Linda Roos en Jessica. Jessica waren in allerlei discotheken ook optreden natuurlijk. Was het niet eng dan? Nou, als een angsthaasje zoals jij? Ik moet zeggen dat Katja toch wel het werk deed. Ik stond er meer een beetje achter van... Die trok de boel. Ja? Ja. Wat gebeurde er allemaal dan? Ja, god. Kat die springt gewoon het publiek in en zo als ze er zin in heeft. Steeds dijven? Ja, die doet gewoon alles. Het is gewoon een... En jij, wat deed je dan? Ik stond er altijd een beetje achter te grinniken. Jij lachte gewoon maar wat. Jij lachte je door de avond heen. Ja. Guusje, ik weet niet of ik wel kinderen wil. Ja, dat heb ik inderdaad. Ja, nou, is het al veranderd? Nou ja, ik ben eigenlijk al 7 jaar zwanger volgens de roddelbladen. Maar, daar gaan we het zo direct over hebben. Ja, precies. Dat is een aparte vraag. Ja, dat dacht ik al, ja. Nee, toen heb ik maar eens gezegd van... ik weet helemaal niet of ik kinderen wil. Ik dacht misschien dat ik dan een keer niet zwanger ben. Ja. En nu? En niet of je zwanger bent? Ik dacht... Nee. Ben je zwanger trouwens? Nee, zolang ik rook ben ik niet zwanger. Nee, ik wil vanaf mijn 20ste kinderen. En ik denk dat ik een hartstikke leuke moeder word. Tenminste, hoop ik. Maar het is nu nog even de tijd niet. Maar je bent toch wel getrouwd, toch? Ja, maar dat deed ik gewoon uit passie en liefde. En niet alleen maar om een kind. Siep, ik sta niet stijf van de kook op het podium te stuiteren. Nee, dat heb... Waar komt die uitspraak vandaan? Kom je daar nou bij? Dat heb jullie ergens gezegd? Of of weet ik veel? Het heeft misschien te maken met het feit dat we zijn ooit een keer veroordeeld... als een band die heel veel drugs gebruikte. En dat heeft is toch niet zo, Siep? Nee, ja, absoluut niet. Maar dat heeft ons toen heel veel optredens gekost eigenlijk. Want al die mensen die dat dan hoorden, die hadden zoiets dan hoeven wij die band hier niet. Maar hoe kwam je dan aan zo'n naam? We zien er niet al te netjes uit soms. We leven ruig en het haar wild en zo. En... Hoe ruig leven jullie? Ja, als je veel optreedt, dan ben je heel veel onderweg natuurlijk. Dus dan maar jullie hebben allemaal toch een vaste vriendin? Jawel, natuurlijk. Je gaat wel weer terug naar Friesland en dan kom je in het platteland terecht en dan pak je het leven gewoon weer op. Maar soms, we hebben een vrij pittig leven en dat stralen we soms wel uit. En dat denken de mensen, nou, daar zal ik wel drugs bij gepaard zijn. Maar dat, absoluut, ik heb dat niet nodig. Ik ben meer verslaafd aan sporten dan aan drugs. Dus, Heb je nog een marathon gelopen onlangs? Want je bent heel goed, heb ik me laten vertellen. Nou, heel goed. Ik heb laatst wel een marathon gelopen, ja. Die van Terschelling. Terschelling? Een tijdje geleden, ja. En hoe snel was je? Ik liep iets sneller dan jij. Wij deden anderhalf er 5 uur of zo. Ja, jullie? Ik deed er 3 uur en 34 minuten over. Ja.
Ja. Er is altijd baas boven baas. Siep, ik zoek het in mijn teksten heel dicht bij huis. Ja, je moet natuurlijk je eigen ervaringen, dat is ook je bron van inspiratie. Dus je moet vooral het alledaagse leven moet je proberen je muziek te krijgen. Ook want het is ook hetzelfde leven wat de mensen, ons publiek hebben. Dus je eigen leven? Dus, mijn eigen leven, zo dicht mogelijk bij jezelf houden. Nou, dat heb je bijvoorbeeld gedaan bij deze tekst. Wil je teder met me vrijen, wil je zacht worden verwend? Welk nummer is dat? Heb ik ergens uit laten halen? Ik weet niet precies welk nummer het is. Wil je teder met me vrijen, wil je zacht worden verwend? Nou, ik sta wel achter die tekst, maar ik heb het niet geschreven. Het is geschreven door Sietse, de bassist. Oh, ja, maar hij heeft dus wel... het gaat over zijn liefdesleven. Hij heeft zich in mijn huid verplaatst. Hij heeft gedacht van... En hij denkt dat jij zacht verwend. Ja, waarschijnlijk wel. Hoe is dat eigenlijk, zacht verwennen? Ik zou niet weten. Heel langzaam, rustig, beginnen. Verwennen is toch zacht? Ja, sommige mensen doen het ook hard inderdaad. Het is... Zo net hebben we ook iets gezien, hè? Piercing. Met de popjes. Maar... Zoals ik me nu voel, blijf ik altijd roos. Nou, ik denk, ja, ik vind het... iedereen is zeg maar weggetrokken uit mijn jaar. Maar ik vind op een of andere rare, obscure manier het nog ontzettend leuk. Dus als het aan mij ligt, blijf ik gewoon van de rest van mijn leven bij goede tijden. Ik vind het heel leuk om roos te vinden. Ben je niet? Ja. De rest van je leven? Nou, ja, dat is natuurlijk wel een... Is nou, een, dit is wel blijft nog wel, zoals Amerikaanse Sears General Hospital bijvoorbeeld, dat draait 25 à 30 jaar zo'n beetje. Ja, ik weet wel wat ik Dus wanneer je 55 bent, dan gaat Guusje dood eindelijk... in de serie of zo, ja. Nou, ik vind het zo leuk, ja, en er komt allemaal nieuw bloed binnen, allemaal jonge mensen, en het is gezellig. En... Je bent nu eigenlijk de routinier van de club. Nou ja, ze zeggen wel dat ik... Jeetje, ben je al 30, moet je geen postzegels verzamelen en zo, weet je wel, dat soort dingen, maar... Want Georgina heeft dat soort op, dus die Hedwig gespeeld. Maar ik vind het ontzettend leuk, ja. En ik vind het heel leuk, elke keer weer nieuwe verhaallijnen. Dus ik hoop dat ik mag blijven natuurlijk, ja. Siep, in het begin spaarde ik de lingerie die op het podium werd gegooid. wat was de vangst? God, ik doe nooit geen interviews meer, geloof ik. Nou, dat werd inderdaad in het begin ook toen we wat beter... Dat was trouwens niet de gevangenis, hoor, dat het gebeurt. Ja, dus, ja, tegenwoordig, je weet maar nooit natuurlijk, hè? Nee, toen had ik vond het wel leuk, want de drummer die, hij kan natuurlijk helemaal niets doen. Hij zit constant te slaan, dus hij is van zo'n kooi. Ja? En dan hing ik zo die onderbroek en die BH's en die sleepjes, die hing dan in die kooi. En dan zat hij zo om die sleepjes heen te drummen, zo. Maar dat werd gewoon het podium gegooid? Ja. Is dat vaste prik bij jullie? Nee, of? Dat is al een hele tijd geleden. Ja. Dat hebben we nou gelukkig allemaal een beetje... Is dat over? Ik ben zo braaf als een deur. Ja, ik doe echt nooit echt iets waar ik... Nee, ik doe eigenlijk nooit... Ik probeer alles goed te doen. Dus ik zou... Heb je er moeite mee? Nee hoor, absoluut niet. Nee, ik vind... Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ik doe wel eens dingen die niet kunnen of zo, maar daar sta ik dan wel volledig achter. Ja, wat bijvoorbeeld? wat bijvoorbeeld? Ja... Nou, niet zo heel veel dingen. Ja, weet ik veel, maar... We mogen het niet over hebben. Ja. Maar je zingt wel teksten als... Je bent alles wat ik wil in een man... en er is vast iets dat je heel goed kan. Ja, dat is de tekstschrijver, hè? Dan weet ik niet. Maar dat moet je toch met overtuiging brengen? Ja, ik doe maar altijd wat. En Katja springt dan wel even het publiek in... en dan ga je weer een beetje lachen. Dan loop ik een beetje te grinniken... en een beetje wijntjes te drinken en zo. En dan sla je weer door het optreden heen. Ja. Zo ging dat. Sekssymbool. Belachelijk. Ja, als het steeds geschreven wordt. Ik bedoel, dat is iets wat mensen bedenken. En dan wordt dat stempel wat op je gedrukt. Ja. Hoe gaat je vriendin daarmee om eigenlijk? Dat jij het sekssymbool bent? Nou, die masseert me redelijk vaak. Om het een beetje in shape te houden. Dat het vooral blijft. Die gaat er heel goed mee om, moet ik zeggen. Ja? Ja. Hoe dan? Hoe bedoel je dat eigenlijk? Nou, jij oppert het. Nee, die heeft daar geen... Die ziet me gewoon zoals ik ben. Ja. Normale jongen. Goed, Guusje. Ik schijn al... Nu komen we er eindelijk. Ik schijn al 5 jaar zwanger te zijn. Ja. Hoe groot is dat kind inmiddels? Ja, dat zit er nog steeds in, blijkt. Dus ja, ik weet ook niet dat het... Hoe komen die verhalen dan? Ja, op een gegeven moment dan denken ze, we moeten wat verzinnen. En dan schrijven ze dat ik zwanger ben en dan blijft dat of zo.
En dan... Maar dat wordt gewoon zomaar geschreven. Guusje is weer zwanger. Guusje is weer zwanger en dan liefdesbaby, paasbaby, kerstbaby, weet ik veel baby. Je hebt en dat allemaal al jarenlang. En dan... Je hebt al een weeshuis langs. Ik heb al heel weeshuis en ik weet van niks. Nee. Dank jullie wel dat jullie er waren. Oké. Okay. Blijf nog even zitten. Maar tot slot nog even dit. In het...